Luc de Jong miste de training bij PSV maandagochtend. Hij liet een MRI-scan maken van zijn enkel, nadat hij er afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen NEC een schop op had gekregen van oud-ploeggenoot Marcel Ritsmeijer. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij mee kan naar Moskou voor het Champions League-duel tegen CSKA. De jarige Andres Guardado haalt die wedstrijd ook niet. En de verdedigers Koch en Izimat trainden eveneens los van de groep. Florian Josefsson begint langzaamaan weer fit te raken, maar mist nog wedstrijdritme. Het enige lichtpuntje op blessuregebied was dat Jetro Willems maandag voor het eerst weer meetrainde met de groep. Al zal het nog wel ongeveer een maand duren voordat hij weer echt inzetbaar zal zijn. Die missen ze natuurlijk ook, Willems. Op dit moment is het tussen Brunet en Paulsen een beetje stuivertje wisselen. Maar ja, de Willems in vorm, zoals die vorig jaar op het veld stond, ja, die mist PSV. Nou, tel daarbij op dat je dus Guardado, mogelijk de Jong, ook nog mist deze week. Depay en Wijnaldum waren verkocht. Dus je bent je vijf beste spelers van vorig jaar ben je eigenlijk kwijt. PSV reist morgen naar Moskou. Wat staat er daar te wachten? Ja, een moeilijke wedstrijd. Ik bedoel, CSKA is de koploper van Rusland. Nou ja, goed, PSV heeft thuis van de koploper van de Premier League gewonnen. Dat zal ze ongetwijfeld vertrouwen geven. Maar als het spel zo is als zaterdag tegen NEC, dan voorspel ik wel een hele lastige avond. Ja, het probleem is dat middenveld is zonder Andres Guardado toch echt uit balans nu. In één keer zie je dat het is zoeken. Maher bleef zaterdag op de bank. Is ook niet in actie gekomen. Ja, ook zonder hem ging het eigenlijk niet goed. Zo reëel moet je zijn. Schaars mist natuurlijk nog wedstrijdritme. Hendrik speelde zaterdag ook een zwakke wedstrijd. Prupper is natuurlijk ook nog net nieuw, een beetje zoekende in dit PSV. Dus ja, met name in die middelste linie vind ik dat PSV echt zaterdag ook heel zwak was. Achterin stond het met name centraal wel redelijk. Bruma en Moreno, ik denk dat je daar wel op zich de Champions League mee in kan. Maar met dit middenveld wordt het wel lastig. Welk advies zou je Cocu geven? Welke spelers moet hij opstellen tegen die Russen? Ja, normaal gesproken zeg je van je moet misschien iets meer vanuit de controle voetballen bij CSKA. Omdat het toch waarschijnlijk erg lastig gaat worden. Dus ik zou normaal gesproken wel hetzelfde middenveld opstellen als zaterdag. Veel meer smaken heeft hij niet. Maar wil je dan toch misschien iets meer aan voetbal toekomen, dan zou je misschien Maher weer kunnen opstellen. Maar dan als een echte 10. Wat ik ook al eerder heb gezegd, ja, Maher is denk ik ook gewoon een 10. En misschien moet je dan daar gewoon twee mannen verdedigend achter zetten. Dus dan zou je wel van systeem wisselen. Maar ja, of hij dat doet, zullen we moeten afwachten. CSKA Moskou PSV wordt woensdag om 8:15 Nederlandse tijd gespeeld.